Welkom bij TVL Sport, deze keer vanuit Parijs. Want de Ronde van Frankrijk die is afgelopen en Vincenzo Nibali heeft de Ronde van Frankrijk gewonnen. En dadelijk komen ongeveer alle deelnemers van de Ronde van Frankrijk hier achter mij in dit mooie hotel samen om te feesten en om eens na te babbelen met vrienden en familieleden. En na praten deden we vandaag al met vier Limburgse deelnemers van deze Ronde van Frankrijk. De Tour, c'est quoi? Alors, c'est magique. Regarde, tu vois, avec une lumière ici. Vas-y, souffle. Regarde la lumière. Vas-y, allez-y, soufflez. Soufflez. Hein? C'est ça, c'est la magie. Et moi, je suis la lumière du tour, moi. De Belgen waren beter langs geweest bij deze dame. Heel wat renners probeerden wel, maar geen enkele Belg kon een etappe op zijn naam schrijven. Een mager jaar dus, maar toch moeten we niet wanhopen. Ja, dat is een beetje periode zo. Iedereen was aan het klagen de vorige jaren dat de Italianen niet meer sterk zijn. En nu die hebben de Tour gewonnen. Dus we moeten een beetje geduld hebben en wachten. Ik denk dat betere jaren komen. Dit jaar was niet goed, maar oké. We moeten geloven in onze gasten en tijd geven. De concurrentie wordt gewoon groter. We moeten altijd harder werken voor hetzelfde niveau te bereiken. Als je ziet, mijn eerste Tour die ik reed, stonden we met 12 Limburgers aan de start. Nu staan we nog met 10 Belgen aan de start. Dus de concurrentie wordt steeds maar groter. Ja. De twee Limburgers in het peloton van Summeren en Wijnands reden een anonieme Tour in dienst van hun team Garmin en Belkin. Zij vervulden hun knechtenrol en zijn ondanks pech binnen het team toch tevreden. Ik was eigenlijk alle dagen... Ja, het verliep volgens plan tot aan die valpartij van Andrew Talensky en dat hebben we de plannen moeten aanpassen. We hadden niemand echt mee voor een etappe te winnen, dat was dan toch nog gelukt dus met Ramon als, dat maakt eigenlijk alles goed. Dus alles, niet alles, maar toch veel. Ik was hier om te werken, dat wist ik dus en we komen met een, uit deze Tour met een ritzegen en twee top 10 plaatsen, dus ik denk dat het dan de balans positief is. Hè. Johan van Summeren rijdt vandaag zijn 8e Tour uit. Voor Maarten Wijnands is het nummer 3. Allebei zijn ze blij dat ze vanavond terug naar huis mogen. Ja, het is lang genoeg geweest hè, om op hotelkamers te slapen. Vandaag nog een dagje doorrijden. En dat is dan. Hè. Wat is het eerste wat je gaat doen om 7:30? Om 7:30? Is naar mijn vrouw gaan en eens kijken wat zij te vertellen heeft.